vroeg. We zijn weer thuis. Terug in Brabant. We zijn gisteren teruggekomen van Ameland. Ik heb er lekker uitgeslapen. Misschien zijn de vlekken op mijn gezicht nog te zien van de drukpunten. Het is 12 uur. Ik had het echt even heel even nodig. Ik ben ook nog heel even langer op bed blijven liggen omdat ik heel veel video's aan het kijken was. Dus ik was rond een uur of 10 wakker. Toen ben ik dus tot nu net op bed blijven liggen. Ik wil me nu heel even aankleden en dan gaan brunchen. Maar ik wilde wel alvast een video starten. Dus ik hoop dat jij in ieder geval zin hebt in deze vlog. Is dat zo, doen we het dan alvast met een blauw duimpje omhoog. En ik zie jou in het volgende shot. Het is intussen een tijdje later. Ik heb me heel even vroeg omgekleed. Ik ga namelijk zo meteen naar de diëtiste toe. Ik heb mezelf heel veel klaargemaakt. Even een paardenstaart in, een ander shirt aan, een normale broek aan. In plaats van een joggingbroek. En we gaan dus over de broek. Oké, dit ziet er op de camera heel raar uit. Het zijn highlights, maar dan heb ik het net alsof hier niks zit. Oké, ik weet niet. Ik was mezelf dus heel aan het klaarmaken. Ik mag namelijk over een half uurtje bij de diëtiste zijn. Ik kom niet al te laat. Of al te vroeg, sorry. Ik kom niet al te vroeg. Daar al aankomen kakken, want ik weet niet of ik daar de eerste ben van de avond. Dus ik denk dat ik een kwartier voor tijd aanfiets. Dan doe ik er ongeveer 5 minuten over om te fietsen. Ben ik alsnog 10 minuten te vroeg. Ik wacht liever nog 10 minuten in de wachtkamer dan dat ik net een minuut te laat binnenkom lopen. En dat is een beetje het punt. Ik moet gewoon nooit als eerste ingepland worden. Ik weet niet of ik nu de eerste ben. Ik ga ervan uit dat ik de eerste ben. Ik heb er een beetje niet aan. Jammer. Ik merk wel dat ik een heel stuk bruiner ben geworden gedurende deze vakantie. Misschien ligt het eraan omdat ik nu in een witte kamer sta, dat ik zwarte kleren aan heb. Geen idee. Licht in voor. Het zal allemaal wel. Maar ik hoop dat het goed gaat komen. En ik verwacht wel. Dus ik hou jullie up to date.